Het telecommunicatiebedrijf Suriname Telesuur ondersteunt Take It to the Streets, een straatkunstproject van de Nederlandse ambassade, in samenwerking met het Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, KNVB. Take It to the Street heeft als doel de jeugd in haar vrije tijd creatief bezig te houden. Het project startte in oktober 2015 om jongeren uit alle districten hun kunnen te laten tonen in voetbal, dans, zang, skateboarden, graffiti en andere vormen van straatkunst. Verder biedt Telesuur aan schoolgaande jongeren de gelegenheid om in de vakantie werkervaring op te doen. Het vakantiewerkersproject dat dit jaar op kleinere schaal wordt gevoerd, loopt van 15 augustus tot en met 23 september. Telesuur ondersteunt evenals voorgaande jaren ook activiteiten van de vakantiecentra van het ministerie van Sport en Jeugdzaken door middel van een vliegerproject. Het bedrijf stelt aan de vakantiecentra 700 Telesuurvliegers ter beschikking. In overleg met de energiebedrijven Suriname vindt daarbij voorlichting plaats over de veiligheid tijdens het vliegeren.